Goeiedag en welkom bij het COVID-19 journaal van vandaag, maandag 14 februari. Vandaag zullen we tijdens de aflevering wat tijd besteden aan het vaccineren. Hoe werkt een vaccin? Waar is een vaccin goed voor? En hoe belangrijk is het jou te laten vaccineren? We nemen allereerst een kijkje op de COVID-19 dashboard het afgelopen etmaal. Het afgelopen etmaal zijn uit de 168 swabs die zijn afgenomen 61 personen positief getest en 107 personen bleken negatief te zijn. Het besmettingspercentage staat op 36,3%. Het reproductiecijfer staat op 0,65. Alleen deze maand zijn er 3267 mensen besmet geraakt. Eén persoon heeft in het regionaal ziekenhuis Wanica het leven gelaten, wat het dodental voor deze maand brengt op 36. Tot zover zijn er vanaf de pandemie zijn intrede date 1299 mensen overleden aan het coronavirus. 12 zieken worden eenmaal 24 uur gemonitord op de intensive care afdelingen en 46 personen zijn opgenomen in de zorginstellingen. Vaccinatie of inenting is de injectie van een vaccin in het lichaam waardoor je antistoffen aanmaakt die je beschermen tegen een infectieziekte. Als je in aanraking komt met de echte virussen of bacteriën, dan herkent je lichaam die en worden snel extra antistoffen aangemaakt. Je wordt dan niet of veel minder ziek. Vaccinatie is de meest effectieve en goedkope manier om bepaalde infectieziektes te voorkomen, zoals het coronavirus. De buitenkant van het coronavirus is bezaaid met stekels. Deze stekels noemen we spike-eiwitten. Het virus gebruikt de spikes om zich te binden aan menselijke cellen en ze te infecteren. Het genetisch materiaal van het virus bevat de instructie om die spikes te maken. De Pfizer en de Moderna vaccins gebruiken dat stukje genetisch materiaal om je immuun te maken voor het coronavirus. Het coronavaccin is een mRNA-vaccin. mRNA is een genetische code, een soort recept dat je cellen gebruiken om eiwitten te maken. In het coronavaccin zit het recept voor het spike-eiwit van het coronavirus. Dat betekent dat het vaccin geen levend of verzwakt virus bevat, maar alleen een genetische code voor een klein stukje van het virus. Als je mRNA los in het lichaam spuit, valt het uit elkaar. Daarom zit het mRNA in het vaccin verpakt in een envelop van vetdeeltjes, die ook wel nanolipiden worden genoemd. Als het vaccin wordt ingespoten, botsen de vetdeeltjes tegen je cellen aan. De vetdeeltjes versmelten met de buitenkant van de cel, waardoor het mRNA de cel binnenkomt. De cel leest het mRNA-recept af en maakt er spikes van. Hierbij komt het mRNA niet in contact met je DNA. De aangemaakte spikes komen vrij in je lichaam. Hoewel de spikes je geen corona kunnen geven, zal je immuunsysteem toch meteen zien dat ze geen onderdeel van je lichaam zijn. Het immuunsysteem gaat aan de slag. Er worden meerdere immuuncellen opgeroepen om de spikes op te ruimen en de immuuncellen vermenigvuldigen zich. Tijdens dit proces maakt je lichaam antilichamen aan om de spikes op te ruimen. Daarnaast maak je geheugencellen aan. De geheugencellen onthouden hoe het coronavirus eruit ziet, ook nadat de spikes zijn opgeruimd. Zo kunnen ze snel in actie komen als je in de toekomst in contact komt met het coronavirus. Raak je na de vaccinatie besmet met het coronavirus? Dan hebben je geheugencellen direct door wat er gebeurt. Ze hebben de spikes van het coronavirus eerder gezien. Ze zullen razendsnel weer antilichamen aanmaken. De antilichamen gaan op de spikes van het coronavirus zitten en zullen het virus meteen neutraliseren. Zo word je niet ziek van het virus. We gaan het hebben over het coronavaccin. Allereerst moeten we het dan hebben over het coronavirus. Het virus bestaat uit een schil met spikes en in het midden het virus. Door de spikes die het virus zelfs maakt, kan het zich hechten in ons lichaam en ons ziek maken. Het vaccin gaat ons beschermen. Door ons afweersysteem onze soldaatjes te laten vechten tegen de spikes, kan het virus in ons lichaam niet meer ziek maken.
Het vaccin zal ons afweersysteem, onze soldaatjes, wakker maken en zorgen dat ze in de aanval gaan. Dus ze gaan vechten. Zoals altijd zal ons afweersysteem eerst de domme soldaatjes sturen. Dit zijn soldaatjes die snel kunnen reageren tegen allerlei verschillende ziektes vechten. Hoewel ze goed kunnen vechten, zijn ze niet getraind om het coronavirus aan te vallen. Dus af en toe zullen ze winnen en af en toe verliezen. Degenen die winnen, nemen het virus mee naar de kazerne. En daar worden de slimme soldaatjes getraind om het coronavirus met meer effect te bestrijden. Het AstraZeneca-vaccin bestaat uit een onschuldig verkoudheidsvirus met daaraan het stukje van het coronavirus wat verantwoordelijk is voor het maken van de spikes. De domme soldaatjes kunnen het onschuldige virus makkelijk overwinnen. Het verkoudheidsvirus wordt naar de kazerne gesleept en al daar worden de slimme soldaatjes gemaakt die de spikes van het coronavirus kunnen aanvallen. Door de tweede vaccinatie wordt het aantal slimme soldaatjes vergroot. Als je later alsnog het coronavirus tegenkomt, staan de slimme soldaatjes klaar en word je er minder ziek van en hierdoor is er minder kans dat je het doorgeeft. De keuze is aan jou om je te laten vaccineren. Wij hebben het al gedaan en we hopen dat jij je ook laat vaccineren. Het voordeel van mRNA-vaccins is dat ze zeer snel kunnen worden ontwikkeld. Zodra de genetische code van het virus of de bacterie gekend is, kan de ontwikkeling starten. Ook al is deze techniek nieuw, er is al veel beloftevol onderzoek uitgevoerd om snel in te kunnen spelen op een nieuw virus of bacterie. Bovendien kunnen mRNA-vaccins relatief gemakkelijk en snel in grote hoeveelheden geproduceerd worden. Eiwitproductie is niet nodig, dat gebeurt in het lichaam zelf. De coronavaccins zijn getest op tienduizenden mensen. Sommige mensen hebben een paar dagen last van spierpijn of koorts. Dat gebeurt vaker bij vaccinaties. Bijwerkingen treden meestal op binnen 2 weken. Het kan ook zijn dat er onbekende bijwerkingen optreden bij het coronavaccin. Die kans is klein. Wat zijn de bijwerkingen, en dan met name de langetermijn bijwerkingen, van de mRNA-vaccinaties tegen COVID-19? Lang verhaal kort, de directe bijwerkingen, die je meteen na de vaccinatie krijgt, zijn klachten van de afweerreactie, zoals koorts, spierpijn en moeheid. Dan de zeldzame bijwerkingen. Er zijn geen extreme bijwerkingen bekend. Een zeldzame bijwerking is allergie met een anafylactische reactie, nu in 3 op miljoen doseringen gezien. Lange termijn bijwerkingen, deze deel ik later in deze video nog op in 2 categorieën, maar dit is eigenlijk nooit een ding bij vaccinaties. Eerst de directe bijwerkingen, die je ziet in de uren tot dagen na de vaccinatie. Dat zijn lokale bijwerkingen, zoals pijn, roodheid en of zwelling op de injectieplek. Deze bijwerkingen zijn een direct gevolg van de injectie. Dan de systemische bijwerkingen, moeheid, hoofdpijn, rillingen, koorts, spierpijn. Dat zijn gevolgen van de afweerreactie en dus eigenlijk een goed teken. Daarvoor krijgen we immers het vaccin. Er waren ook mensen die überhaupt niks gevoeld hebben. Maar er zijn ook mensen die het iets steviger gehad hebben. Sommige mensen hebben duidelijk hoofdpijn gehad, maar dat ook maar voor een dag. Andere mensen hebben diarree gehad, ook maar voor een dag. Eén persoon heeft geloof ik zelfs een infuusje moeten hebben, omdat de bloeddruk een beetje laag werd. Maar dat is ook 1 kolfje. En dus er zijn totaal geen mensen geweest die hele ernstige bijwerkingen van hadden. Maar vele mensen, misschien, ik weet niet of het de meerderheid is, maar er zijn best wel wat mensen in de omgeving die wel voelden dat er iets gebeurde. En dat was maar goed ook, maar dan weet je tenminste dat je gevaccineerd wordt. Dat je niet gewoon een beetje water ingestoten krijgt. Ja. Als u volledig gevaccineerd bent, kunt u nog wel besmet raken, maar meestal wordt u minder ziek. De kans dat u ernstig ziek wordt door corona is kleiner. De vaccins beschermen u tegen ziekenhuis- en IC-opnames. Laat u niet misleiden door onjuiste informatie en volgt u de juiste kanalen voor de juiste informatie. Laat u goed informeren door deskundigen, want er lopen nog steeds mensen rond die onwaarheden verkondigen over het vaccin.
Er is een heleboel te doen over het vaccin, een heleboel ruis, een heleboel ongerustheid. Er is ook een heleboel misinformatie en dat zou ik vooral willen benadrukken. We hebben eigenlijk geen idee waar dat vandaan komt en ook niet wat het doel daarvan is. Maar belangrijk is dat men zich vooral richt op mensen die er iets van kunnen weten. Ik merk in de media dat er heel veel mensen zijn waarvan je kunt aantonen van waar haal jij je kennis van dit vaccin vandaan om met deze autoriteit te spreken. Als deskundigen weten we dat die mensen gewoon feitelijke onjuistheden verklaren. Dus ik kan alleen maar aan de mensen die geïnformeerd willen raken adviseren om zich zoveel mogelijk te richten op deskundigen. Mensen die echt iets weten van immunologie, van vaccinatie en niet van niet te richten op mensen die toevallig bekend of populair of weet ik veel wat zijn of rijk zijn, dat die eigenlijk gaan bepalen of zelfs dat ze naar hun adviezen luisteren. Want op een of andere manier hebben heel veel mensen, en ik vermoed dat het bij sommige mensen gewoon een drang naar publiciteit is. En kijk, als je een heel bijzonder standpunt inneemt, dan krijg je daar op een of andere manier extra media aandacht voor. En ik denk dat de mensen zich om eigen bestwil niet door allerlei mensen moeten laten informeren, maar laten ze vooral zich richten op mensen waarvan ze weten dat zij ter zake deskundig zijn. En ik wil er direct bij zeggen van dat we dus niet moeten afgaan op zaken die in social media komen. De meeste voice notes en dat soort dingen die op social media komen, hebben geen naam, ze hebben geen plaats van oorsprong en niks. Dus ik bedoel, mensen komen met zaken in de media, maar zijn laf om aan te geven wie ze zijn en van waar ze de informatie hebben. Toch? Dus voor zover mij bekend als medicus, toch? Is er nog niemand in Suriname overleden aan het vaccin. Toch? Dus dan moet je dus, daar zeg ik ook, dan moet je die keuze maken en je verstand gebruiken. Van wat is beter? Ga je dat vaccin nemen en daardoor de kans verschrikkelijk minder maken om daaraan te overlijden? Of neem je dat risico om besmet te raken en met een veel grotere kans om toch te komen te overlijden? Ik zou aan die mensen willen zeggen van laat je door niemand beïnvloeden. Ga je prikje halen, het is voor jezelf, het beschermt je, het geeft je zekere bescherming. Luister niet naar anderen, het is niet goed. Als je ziek bent, dan is het heel anders, dan is het 50-50. Je blijft leven of je gaat dood, één van die twee. En als we kijken naar de cijfers de laatste dagen, dan gaat het helemaal niet goed in Suriname. Het zijn mensen, jullie zijn gewoon koppig. Luister een beetje, er zijn regels, er zijn gouden regels, Mohana. Hou je aan die regels, daar komt er wel verandering. Tot nu toe verschillende varianten van het coronavirus slechts in kleine mate van elkaar. Daarom werken de vaccins goed tegen de verschillende varianten van het coronavirus. Zelfs als een vaccin iets minder werkzaam is tegen een bepaalde variant, kan het nog steeds ervoor zorgen dat je niet ernstig ziek wordt van het virus. En met deze informatie hopen wij van harte u wat bewuster te hebben gemaakt. Laat u niet misleiden en laten we ons gezamenlijk laten vaccineren, zodat wij ook af kunnen van de maatregelen, evenals ons buurland Guyana, waar momenteel iets meer dan 70% van hun bevolking is gevaccineerd. In Suriname hebben we nog niet eens 50% van onze populatie gevaccineerd. We gaan eruit voor vandaag en wens ik u een fijne voortzetting van uw dag toe. Tot de volgende keer. Be safe.